troost. Als je zo naar je zoon moet kijken, machteloos. En je kunt... Het is een meelevend liedje, zou ik ze eerder willen zeggen. Het is, ik hou niet zo van zielige liedjes, maar dit is een liedje. Het is een realiteit natuurlijk. Het is verschrikkelijk als iemand na zo'n ongeluk een half jaar onbereikbaar is en tussen hemel en aarde zweeft. Cabaretier Bart de Groof uit Hilvarenbeek schreef een lied over Prins Friso. De prins raakte in februari tijdens het skiën bedolven onder een sneeuwlawine en ligt sindsdien in coma. Bart de Groof cancelde na het ongeval al zijn theatershow over koningin Beatrix. Hij vond de show niet meer gepast. Met het lied Klappen voor de koningin wil hij nu zijn medeleven betuigen. Je wil er toch iets mee doen. Ik bedoel, we hebben anderhalf uur grappen en liedjes over het koningshuis. Dan gebeurt zoiets. In feite moet je het als cabaretier dan ook verwerken. En ik heb het verwerkt in dit nummer. Het lied van Bart de Groof wordt dus in een mandje met streekproducten overhandigd aan de koningin. Is zeker dood. Ik denk niet dat majesteit zelf gaat reageren op dit lied. Dat heb ik nog nooit meegemaakt. Maar misschien kunnen we haar daarmee steunen met het lied. Het is om haar een hart onder de riem te steken. Om, ja, een creatieve uiting van medeleven.